Zo, goedemiddag dames en heren. Mijn microfoon zit ingeplucht. Dit is dag 3 dat ik aan het rijden ga. De eerste 2 dagen waren zonder geluid. Ja, iets met het stekkertje erin stoppen, zeg maar. En ik heb al zoveel verteld. Maar goed, gisteren kwam ik hier een meneer tegen, die was iets met handschoenen. Mijn meneer was volgens mij, laten we zeggen, een beetje dronken misschien of verward. Ik denk eerder dronken dan verward, maar in ieder geval, hij was niet helemaal bij de tijd, zou ik maar zeggen. Ik zal dat stukje toevoegen, want dat is voor de mensen die het kunnen zien, want ja, mijn microfoon zat er niet in, dus voor horen doe je niks. Ik ben onderweg naar mijn nieuwe baan. Het is dag 3 zoals ik al zei. Deze route zal ik vaker af gaan leggen. Dus, dat was grappig. Had deze fiets met een fiets erachter. Kleintje fietst ook mee. Oké. Ja, wat ik al zei, deze route zal ik vaker af gaan leggen. En, het is in Den Haag, dus qua videobeelden zal ik misschien ook wat meer interessante dingen kunnen laten zien. Maar wellicht ook niet. We gaan het zien. De reden overigens van mijn rare vertrektijd is omdat ik avond, nacht en weekenddiensten ga draaien zoals ik voorheen ook altijd gedaan heb. Alleen dan bij een andere werkgever. Ik moet eerlijk zeggen dat ik in deze tijd wel heel blij ben dat ik een baan heb gevonden. Door de COVID-19 is het wat lastiger om werk te vinden. Mensen in de zorg die zijn zeer goed bruikbaar, zou ik maar zeggen. En nou ben ik niet in de zorg. Je ziet het gewoon gebeuren, hè? Mensen rijden zo dicht op elkaar. Ik ga mijn gas loslaten, dan ga ik er tussen. Mensen rijden zo dicht op elkaar en dan heb ik frot hem er al in, ja, zonder te kijken, zeg maar, over mijn schouder. Oh, hij zat lekker zijn banaantje te eten. Ik geloof dat hij wel iets schrok. Ja, nou reed ik net 110. Dan laat ik mijn gas los en dan... het is best warm met het zonnetje, zeg maar. Nou goed, oké. Nieuw werk. We hebben 3 locaties waar we vanuit werken. Ja. Eergisteren en de dag daarvoor heb ik er al 2 gehad. Ik rijd te hard. Ben nu onderweg naar locatie 3. Dat is het mooie van motorrijden. Je kan met z'n 2 naast elkaar. We nemen de ruimte in van 1 auto. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje moet wennen of zo aan het gevoel van de motor. Ik had net ook al dat ik te hard reed. En dat is helemaal niks voor mij. Net weer, zeg maar, dat ik hem al heel gauw doortrok naar de 80. Ik weet niet waarom ik dat doe. Blijkbaar ben ik het gevoel een klein beetje kwijt. Voorheen kon ik echt aan de trillingen en alles voelen van hoe hard ik reed. Dat is niet helemaal op dit moment het geval, zeg maar. Dus dat is wel een beetje bijzonder. Ja, flitskast. Ik hou mijn navigatie altijd in de gaten. Als ik onder de, in dit geval mag je 70. Als ik onder de 80 blijf en op een tomtom maximaal 74, dan krijg ik geen bekeuring. Altijd fijn om te weten. Gelukkig kan ik nu weer geluid opnemen. Ik heb dus, wat ik al zei, 2 filmpjes opgenomen zonder geluid. Voor mijn gevoel al heel veel verteld. Maar ja, het geluid is niet opgenomen. Fuck, sorry. Oké, nou goed. Wat ik ook ongekend heb. En wat ik nu pas merk de laatste dagen, is hoe heftig dat virus toch eigenlijk wel is. Ik durf dat echt toe te geven, dames en heren. Ik heb echt onderschat, serieus, dat COVID-19 virus is. En met onderschatten bedoel ik niet dat ik mensen ben gaan bezoeken. Ik heb juist visites zoveel en zo goed en kwaad en mogelijk gemeden. Een verjaardag ben ik bijvoorbeeld niet naartoe gegaan. Gewoon met het risico, je weet het niet. Ik heb de verjaardag gemeden. Boodschappen beperken we tot een minimum. Kijken of het rustig is, ja of nee. Dat soort dingen. Dus in die zin heb ik het niet onderschat, maar meer in de zin van hoe heftig de uitwerking is op mensen. Dus ik heb de waarschuwingen van de regering zo goed en kwaad als dat toepasbaar was uitgevoerd en gedaan. Ja, dus dat heb ik dus niet onderschat. Dus die waarschuwing hebben we echt wel gedaan. Hebben we ons aangehouden. Het gaat dus echt ook echt om wat het doet met de mens. Hoe benauwd mensen zijn dat ze er echt ook aan overlijden. En dat je er in het ziekenhuis relatief weinig tegen kan doen. Net als met vele andere virussen. Je kan er gewoon niet zo heel veel aan doen. Dus ze zijn druk bezig om te kijken of ze een medicijn kunnen vinden voor het COVID-19. Wellicht vinden ze dat. Ik durf niet te zeggen. Hier zijn toch redelijk veel mensen nog op de been. Dat vind ik dan nog wel een soort van grappig.
Soort van grappig. Je ziet wel social distancing, dat zie je dan wel. Vanmorgen zag ik op YouTube nog een filmpje dat het COVID-19 een rijkwijd heeft van 1,7 meter van niezende mensen. Dus hachu, niezend. Dan zie je niezend iemand, of weet je dat iemand verkouden is, dan zul je er nog verder weg moeten blijven. Of die persoon moet een kapje op, of een kapje op, of iets dergelijks. Ik denk als ik aan het niezen ga dat het nog wel verder komt. Mijn niezen zijn zo verschrikkelijk hard, dat is echt niet gezond. Als ik bij ons thuis beneden nies, dan hoor je dat boven, zeg maar. En boven als in op zolder. Dat is echt niet grappig. Oké, maar dames en heren, ik ben bijna op mijn werkplek. Op de terugweg zal ik waarschijnlijk ook wel filmen, maar dan is het donker, dus dan is het niet zo heel interessant. Misschien dat ik toch wel wat vertel hoor, maar kijk wel even. Iedereen bedankt voor het kijken voor dit korte filmpje. Ik zal binnenkort wel wat andere routes gaan kiezen, want het is pas mijn derde dienst. Dus ik zorg even dat ik netjes blij ben en eerst de buurt een beetje leren kennen. En dan zien we wel verder. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.